de officiële proclamatie gaat doen van de Suriname India Chamber of Commerce and Industry. Het is een hele mond vol, maar we korten onszelf graag af als chamber, want anders gaan jullie ons Siki noemen en we willen het graag een beetje positief houden. En dit is een van de stokpaardjes die India gebruikt en ook in het buitenland mee promoot. Nou is de leider van India, we kennen hem waarschijnlijk allemaal, de Prime Minister, meneer Modi. Hij is sinds 2014 de Prime Minister van India en hij heeft een heleboel veranderingen in gang gezet. Daar gaan we straks meer over horen. Want dat heeft alles te maken met waarom we nu de chamber willen starten. Dan wordt hij begeleid door de president, dat is meneer Kofi. En dit is de heer die we later dit jaar, in juli geloof ik, gaan mogen ontvangen in Suriname. Hij gaat voor het eerst naar Suriname afreizen voor een anderhalve dag. En we gaan hopen dat we daarmee ook de relaties verder kunnen versterken. We hebben hier eigenlijk de connectie tussen Suriname en India in één plaatje samengevat. Want u ziet een lotus in het oranje, waarin gemerged is een faya lobby. En eigenlijk staat het samen voor de, het zijn beide bloemen, het staat samen voor de bloei die we samen, die we in de relatie tussen Suriname en India willen voorstaan en waar we aan gaan werken. India is een reus die aan het ontwaken is. India voldoet modern beleid en dat beleid werd teruggehaald. De manier waarop India zichzelf ziet en ook graag gezien wil worden in de wereld, is in een rap tempo aan het veranderen. Daardoor India vroeger zichzelf presenteerde in de wereld als een superpower, moet India zichzelf nu leading power. Dat lijkt maar een verschil van een woordje, maar het geeft wel aan hoe de mindset van India is, over hoe ze zichzelf en hun rol in de wereld zien. We zijn nu bezig te kijken voor de fondsen en hoe we die samenwerking op gang moeten krijgen. Triple F, vandaag nog hebben we een raamovereenkomst. In principe willen we een raamovereenkomst, maar er zijn heel wat aken en ogen aan het contract geweest. En dus hebben we besloten om een raamovereenkomst te tekenen. Vandaag heb ik de laatste versie nog gezien. En de bedoeling is dat we onderhandelen met de mensen. We willen het inderdaad voordat de president er zit, is, anders ook nog naar Modi toe en kijken wat er gedaan kan worden. Er zijn op vele van de punten die je genoemd hebt natuurlijk heel wat te zeggen. Maar ik denk belangrijk is, de ambassador said it, de laatste jaren hebben we heel veel energie besteed in die diplomatieke relatie. In de diplomatieke relatie we spend so much energy and time. I think the fruits of that labor are now coming up. I think that in the period to come, the years to come, we'll see much more initiatives like this coming from our own people. De relatie India-Suriname is inderdaad jaren blijven liggen. Hè? En als ik u zeg wat Prime Minister Modi nou in zijn hoofd heeft, hij wil zoveel doen met Suriname. Maar dan zeg je bij, vraag jezelf af, zijn we ready ervoor? Wij weten, ons onderwijs is een grote uitdaging. TVET, Technical Vocation Education and Training. We hebben zo hard gewerkt om een SNTA op te zetten. Nu hebben we het. We moeten het uiteindelijk de autoriteit op gang brengen. We hebben met het bedrijfsleven getekend. Tripartiet, multipartiet. Dat is wat we moeten hebben. Om uiteindelijk die TVET te doen. We zijn gestart toen in 2013. Toen was ik nog minister. Er is een leuzendering moet komen. Het beroepsonderwijs gaat die driver zijn. Tenminste om het kader te leveren voor die productiesector. En je moet dan die waardering geven aan die productiesector. Dan die aan het beroepsonderwijs. Technical vocation, education en training. Dat is die workforce die je moet creëren om die productie om te zetten. Je kan 100 willen, maar we hebben OP. En OP is herkennen waar je zwaktes zijn. Erkennen en herkennen. Met een ontwikkelingsplan dat we nu opgeleverd hebben historisch, hebben we de vier pilaren gezien. En ontwikkelingscapaciteit is één van ze. Zonder dat mogen we heel veel wensen. Anders moeten we een beter bevolkingspolitiek gaan voeren. En moeten we gaan kijken hoe we met migranten, met workforce van buiten te werk moeten gaan. Maar er is heel veel qua uitdaging, diplomatiek ook. Het is een geopolitieke spanningsveld. Er is ook een spanningsveld aanwezig. En als we dat niet realiseren, dan kunnen we slamse plan misslaan. Het gaat ook om het spanningsveld dat iedereen ook wil profileren. Er zijn meerdere grootmachten die willen profileren. Wij moeten onze weg weten te banen eruit. En daarom juichen we dit soort initiatieven toe, want het geeft ons een anker. Een anker om dan te kiezen en te gaan richting keuzes waar wij het beste kunnen halen uit
Die voorzichtige zeilen tussen de grootmachten die er zijn. En u weet waarover ik het heb. Het gaat om profileren van bedrijven en vanuit die grootmachten om te zeggen, luister, entrepreneurship en allerlei instituten opzetten om hier te vestigen. Dus er is heel wat te doen. Ik denk niet dat het zo heel veel tijd gaan kosten om elk van de issues die aangehaald zijn, om daarop in te gaan. Het zou liever een vragenuur moeten zijn en zeggen, luister naar de regering, wat heb je gedaan? Veel is niet zo zichtbaar. Dat is helaas zo. En dan gaan men natuurlijk zeggen, ja, dan moet je communicatie ook goed op gang krijgen en vertellen wat je allemaal doet en alles. Dat is ook weer niet zo makkelijk. Want één ding waar we heel sterk niet goed zijn, is consensus. En samen vooruit gaan. En dat zeg ik altijd, onze lamlendige consensuscultuur, dat is vaak een grote blokkade om verder te gaan. En als we dat oppakken een dag, ik was nog met voorzitter Narendorp hier in KKF en zei van, als we dat kunnen doen met het bedrijfsleven en de vakbeweging, allerlei fetes terzijde leggen, allerlei spanningsveld en belangen terzijde leggen, ga ik u zeggen hoe veel verder komen. Als je één besluit collectief moet nemen, we kunnen mooie initiatieven hebben en mooie wensen hebben en we kunnen het uitspreken uit de diverse hoeken en onze eigen posities. Maar als we niet aan tafel kunnen zitten om besluiten te nemen en onze dingen terzijde te leggen. Het is elke dag moeten we dit weer ervaren. En we kunnen blijven discussiëren en dan komt er nog partijdingen bij kijken, politiek, dit en dat. En als we die zaken niet terzijde kunnen leggen, zeg ik u, dan gaat er geen ontwikkeling komen hoor. De hele interpretatie, de media ook, heeft ook een grote uitdaging. Die is ook in een andere awareness phase. Je moet ook een hele evolutie meemaken. Dus er is heel wat gedaan dat potentie creëert. Er is heel wat te doen dat potentie kan benutten. En we moeten vaker, en ik denk dat soort setting waar je de mensen hebt die weten wat er meer weten, zouden moeten weten wat er speelt, om daar de keuzes en de consensus wel te bereiken om dan verder te gaan. U heeft een platform waar u zo'n consensus makkelijker kunt bewerkstelligen. U heeft een platform die een zekere diplomatieke relatie, ook vanuit een diplomatieke relatie, op een business niveau zaken kunt realiseren. We juichen dat toe. En we complimenteren u deze dag en we ondersteunen u. U heeft een paar mooie initiatieven. Ik heb me niet gehouden aan de speech, maar ik denk dat u me dat voor kwalijk moet nemen. En ik wens u een hele prettige dag verder. En ik mag je als geopend verklaren? Of als de minister? Dank u.